Goedemorgen allemaal. Heerlijk om hier weer te staan. Het is altijd wel weer even spannend. Maar ik heb een boodschap op mijn hart en ik loop er eigenlijk al weken mee. En dan ga je heel veel luisteren over dit onderwerp en heel veel lezen over dit onderwerp. En uiteindelijk wordt het zoveel dat ik dacht van nu moet ik zorgen dat het een preek van een half uur gaat worden. Maar volgens mij is het gelukt. En als het op een gegeven moment stopt, dan gaan we gewoon de volgende keer weer verder ermee. Het is een heel breed onderwerp. Maar ik wil jullie eerst iets vertellen over iemand die heel speciaal is in mijn leven. Als je hier staat, kun je dat doen. Ik ben eigenlijk een echte Nederlander. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, zeggen ze vaak, hè, als Nederlander. Nou, zo ben ik ook wel. Van doe maar gewoon, geen gekke dingen. Toch wil ik jullie iets vertellen over iemand in mijn leven die heel vaak heel veel voor mij heeft betekend en dat nog steeds doet. Ik leerde hem in 1986 persoonlijk kennen. Ik ben een type van de kat uit de boom kijken. Dus was het van mijn kant heel erg voorzichtig. Wel vond ik het heerlijk om in zijn nabijheid te zijn. Van hem te leren en hem te leren kennen. Ik had niet zo'n sterk vertrouwen in mensen. Ik denk dat het kwam door mijn verleden. Ik was erg beschadigd. Dus ik bleef wel heel erg op een afstand. Maar door zijn geduld met mij en zijn liefde ontdooide mijn hart en kwamen er toch gevoelens van liefde. Ik moest echt groeien in onze relatie en was eigenlijk niet altijd prettig in de omgang. Maar hij bleef bij mij en probeerde mij op de goede weg te leiden. Ik heb in onze relatie echte groeistuipen gehad. Er zijn periodes geweest dat ik mij onhandelbaar gedroeg. Ik wist het allemaal wel beter en was erg op mijzelf gericht. Maar hij kon daar doorheen prikken. Hij bleef vol liefde en geduld. Als ik mopperde, dan bemoedigde hij mij. Hij hielp mij om de dingen in mijn leven op te ruimen. Soms drukte hij op een gevoelig knopje. Dit was ook niet leuk. Het is nog steeds niet leuk. En soms deed het erg pijn. Ik heb momenten gehad dat ik hiervoor wegliep. Maar hij bleef altijd aan mijn zijde, wat er ook gebeurde. En zoals het in relaties is, ga je op elkaar lijken. Het maakte dat ik volwassen werd in onze relatie. En dit heeft invloed gehad op mijn omgeving, maar vooral ook op mijn persoonlijke leven. Ik denk dat als je heel veel van iemand houdt, en ik hou ontzettend veel van deze persoon, dan wil je deze persoon geen pijn doen. Soms gaat het in onze relatie nog eens mis. Dat ligt aan mij. Als mensen mijn pijn doen, kan ik het soms wel eens afreageren op deze persoon. Ik merk dat het hem verdrietig maakt. En dat het hem verdrietig maakt als ik te veel weer met mezelf bezig ben. Als ik worstel en mopper over dingen, merk ik dat deze persoon stiller wordt. Maar dat hij vol geduld mij blijft leiden naar de juiste weg voor mijn leven. We zijn nu wel op het punt in onze relatie dat ik graag bij hem wil zijn. En het heerlijk vind om tijd met hem door te brengen. Ik merk dat hij dat ook prettig vindt. Dat we daardoor een goed team zijn en dat ik veel dingen in mijn leven aan kan. Dat ik hier sta, heb ik echt aan hem te danken. Zonder hem had ik dit nooit kunnen doen. Deze persoon was er al voordat ik geboren werd. Deze persoon wordt in de Bijbel genoemd in Genesis 1, vers 2. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. Toen de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen, zei hij in Johannes 14, vers 26, dat hij de Vader zou bidden om de Heilige Geest te sturen,
de trooster. De Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn naam. Die zal u alles leren en u te binnen brengen. Alles wat ik u gezegd heb. De discipelen hadden dus de Heilige Geest ook nodig. Je zou denken, ze hadden bij Jezus, met Jezus gewandeld. Maar toch hadden zij de Heilige Geest nodig. En ze hadden de Heilige Geest om te weten wat Jezus allemaal had gezegd. Om te herinneren wat Jezus allemaal had gezegd toen hij bij hen op aarde was. Op deze manier wil de Heilige Geest nu ook tot ons spreken. Door de Bijbel. In welke situatie we ook terechtkomen, we moeten weten wat Gods woord hierover zegt. De Heilige Geest kan ons daarover inspireren. In zijn woord staan alle oplossingen voor ons leven. Ook al denken we soms dat we het zelf moeten oplossen. Dat heb ik ook vaak in mijn leven gedacht. Dat ik het zelf moest doen. Dat ik het zelf wel kon. En dat ik sterk genoeg was. Maar in mijn leven heb ik meegemaakt dat ik de Heilige Geest toch wel heel erg nodig heb. Dat ik Jezus nodig heb in mijn leven. Het is ontzettend belangrijk om te weten dat de Heilige Geest een persoon is. De Heilige Geest is niet alleen maar een kracht of een wind of iets, maar hij is een persoon. Hij is God. Het is de drie eenheid. De Heilige Geest is God en er is een God de Vader en er is God de Zoon. Deze drie personen hebben eigenlijk allemaal een eigen taak. Zo heeft de Heilige Geest een hele bijzondere taak hier op aarde. De Heilige Geest laat zien wie Jezus is. Uiteindelijk is alles gericht op het laten zien van Jezus. Dat is het ultieme doel van de Heilige Geest. En hij bewerkt dat door je heen. De Heer Jezus zei voordat hij terugging naar de hemel: jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Jullie zullen kracht opvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. We kunnen dat ook lezen in Handelingen 1, vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Door zijn geest te geven, laat God de Vader zien, mijn woord en mijn beloftes zijn echt voor altijd. Jezus is aan het kruis gegaan voor eens en altijd. En dat laat de Heilige Geest ons zien door zijn woord. Het werk dat de Heilige Geest doet geldt als aanbetaling op de volledige erfenis die God voor zijn kinderen heeft bereid. We hebben de Heilige Geest nodig in ons leven. Hij geeft sturing aan je leven. De Heilige Geest helpt als we hulp nodig hebben. Bij alles wil hij helpen. Als we hulp nodig hebben in ons gezin, in onze financiën, in ons werk, in onze ziekte. Bij alles in ons leven kunnen we de hulp van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest helpt ons ook in onze zwakheden. Hij bidt voor ons met onuitsprekende verzuchtingen, schrijft de apostel Paulus in Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden, zullen zoals het behoort. De Heilige Geest zelf echte pleit voor ons met onuitsprekende verzuchtingen. Als we het soms zelf niet weten, dan neemt de Heilige Geest het van ons over. En hij pleit bij de Vader. En hij pleit bij de Zoon. De Heilige Geest wordt ook wel de trooster genoemd. Soms kan het moeilijk zijn in het leven en zie je het niet zitten. Maar de Heilige Geest geeft je dan weer kracht om verder te gaan. Het kan zijn dat je een bepaalde taak heeft of dat er een bepaalde situatie is die soms best heel moeilijk is. Maar de Heilige Geest helpt. Hij helpt je bij je roeping. Hij helpt je bij
alles wat je moet doen in dit leven. Hij werkt door je heen en hij zal je leiden op de weg die je gaat. De Heilige Geest is een innerlijke leidsman. Hij wijst je telkens weer de weg die je moet gaan. Het kan gaan om hele praktische situaties, welke kant je op moet gaan in je leven. Soms kan de Heilige Geest je ook helpen bij iets op je werk of iets waar voor je staat of in het verkeer. Dat je ineens zoiets hebt van, Heer, help, leid mij of bescherm mij. Immers, in Romeinen 8 vers 14 staat, immers zoveel als door de Geest van God geleid worden, daaraan kun je zien dat het kinderen van God zijn. Als we ons door de Geest van God laten leiden bij alles wat we doen, daaraan kunnen we zien dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest is onze leraar, onze gids. Hij geeft ons bovennatuurlijke wijsheid. Een wijsheid die ons verstand te boven gaat. Voel je een moeilijk gesprek met iemand, dan kan de Heilige Geest je woorden te binnen geven die je moet zeggen. Of als je in een moeilijke situatie zit met iemand, dan kan de Heilige Geest je inspireren om de juiste dingen te zeggen tegen iemand. En soms is het een woord van bemoediging of een woord van wijsheid wat je uitspreekt. En dat kan soms ook levensveranderend zijn voor iemand, maar ook voor jezelf. Ik heb heel vaak in mijn werk ook dat ik soms het wel eens moeilijk vind, zeker als je een moeilijk gesprek met iemand moet voeren of een slecht nieuwsgesprek, zoals dat we tegenwoordig dat noemen, dan is het soms best wel heel lastig om dat gesprek met iemand aan te gaan. En dan bid ik zo van, Heer, laat me de woorden spreken die u zou spreken. Woorden van liefde, die door mij doordringen naar de persoon, ook al is het geen goed gesprek. En de Heilige Geest doet dat. In 1 Korinthe 2 vers 12 staat, en we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, omdat wij zouden weten de dingen die ons door Gods genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij, niet met woorden die menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Het is soms zo goed om geestelijke woorden te spreken naar mensen. Mensen te bemoedigen. Geestelijke woorden. Er staat volgens mij in Efeze 5 dat we moeten spreken in psalmen en in gezangen. Nou zal dat een moeilijke situatie worden als we bij de winkel zijn en we gaan spreken in gezangen. Ik denk dat mensen denken van, die is gek, ja. Maar we kunnen wel liefdevolle woorden uitspreken naar mensen. Ik denk dat dat de bedoeling is. Want in Lucas 12, vers 12, de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Dus de Heilige Geest leert ons zelfs de dingen die we moeten zeggen. En in Johannes 16, vers 13 staat, maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar van wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij verkondigen. De Heilige Geest kan u voorbereiden op de toekomst. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment hebben ervaren dat we voorgangers zouden worden. We hadden niet het idee van deze kerk, maar we hadden wel het idee dat het een roeping was die op ons leven lag. En dan is het een juiste stap om de Bijbelschool te gaan doen. Ik denk dat je je moet voorbereiden op je toekomst. Dat je, als je ervaart dat God een plan met je leven hebt, dat je dan stappen gaat nemen in die richting. En dat je je voorbereidt op wat er komen gaat. En niet af gaat wachten en dan het voorbij laat gaan. Soms moeten we zelf in beweging komen. Willen we in Gods plan kunnen wandelen. De Heilige Geest bouwt zijn gemeente samen met Gods kinderen. We hebben de Heilige Geest nodig om zijn gemeente te bouwen in Culemborg. We hebben de Heilige Geest nodig
om onze plaats te kunnen bereiken, om mensen te kunnen bereiken. We hebben de Heilige Geest nodig die ons inspiratie geeft om de juiste dingen tegen onze buren te zeggen. We hebben de Heilige Geest nodig om mensen een hand toe te reiken als ze het moeilijk hebben. We hebben de Heilige Geest nodig om Jezus te laten zien aan deze wereld. Dat is uiteindelijk wat we willen. We willen meer op Jezus gaan lijken en Hem laten zien aan deze wereld. Hij bouwt zijn gemeente. Maar het zijn zijn kinderen die wel in beweging moeten komen. Want wij zijn het lichaam. Wij vertegenwoordigen Jezus hier op aarde. Zijn geest is in ons. Hij woont in ons. En hij kan alleen maar naar buiten komen op het moment dat wij onze mond open doen. In Handelingen 9, vers 31 staat het ook. En de gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Dus er is ook, we moeten iets doen als gemeente. Dan kunnen we mensen bereiken. De Heilige Geest spreekt tegen ons. In Handelingen 10, vers 19 staat het zo mooi. Toen Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, drie mannen zoek u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hem mee. Twijfel niet, want ik heb hem gestuurd. En Petrus ging naar beneden naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren en zei, zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u bent? Petrus herkende de stem van de Heilige Geest. En hij kwam in beweging. Hij had ook kunnen denken van ik blijf gewoon zitten. En ik zie wel wat er van komt. Maar op het moment dat hij de stem hoorde, kwam hij in beweging en ging naar de mannen toe. Ook Filippus herkende de stem van de Heilige Geest. Dat kunnen we lezen in Handelingen 8 vers 29. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijp u ook wat u leest? Dus Filippus hoorde de stem van de Heilige Geest, die sprak tegen hem en hij snelde er zelfs naartoe. Hebben wij in deze tijd nog tijd om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest? Of zijn we te druk met ons leven? Als de Heilige Geest iets van ons vraagt, komen we dan snel in beweging? Of moeten we eerst wachten op bevestiging? Of minimaal 4 bidstonden erover hebben, willen we in beweging komen? Het is zo mooi dat die mannen gericht waren op de Heilige Geest. Dat ze samenwerkten met de Heilige Geest. En dat ze in beweging kwamen op het moment dat ze de Heilige Geest hoorden spreken tegen ze. Hoe kunnen we weten of de Heilige Geest in ons woont en door ons heen werkt? De Heilige Geest voelt zich thuis bij mensen die hetzelfde zijn als hem. Waarin hij zich kan herkennen dat er iets is wat vertrouwd is voor hem. En het antwoord kunnen we lezen in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de Geest is echter liefde. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is nog best wel heel wat. We hebben de Heilige Geest wel nodig om zo te kunnen leven. Ik ben niet altijd zo geduldig of vriendelijk of zelfbeheersing. Maar als we leven vanuit de Heilige Geest, zullen we steeds meer en meer op Jezus gaan lijken.
En zijn dat toch wel de vruchten van de geest die in ons zichtbaar gaan worden? De Heilige Geest is er voor iedereen. Of je man bent, of vrouw bent, of kind. Er is geen kleine Heilige Geest voor kinderen. De Heilige Geest is voor iedereen. En het is zo goed om je kinderen te leren om samen te werken met de Heilige Geest. Om de Heilige Geest te betrekken in hun leven, hoe klein ze al zijn. Om te weten dat de Heilige Geest altijd bij ze is. En wat er ook gebeurt dan in hun leven, ze hebben iets in hun leven waardoor ze sterk zullen zijn. Zoals dat wij sterk worden door samen te werken met de Heilige Geest. Als we leven vanuit de Geest, betekent dat we de liefde van Jezus in werking zetten. Hij heeft liefde voor de mensen. Zijn wil is om te bemoedigen. Hij zal nooit veroordelen. Dus als wij leven vanuit de Heilige Geest, zullen we dat ook niet doen. Het is soms zo makkelijk om iets over iemand te zeggen. We hebben als mensen bijna geen genade voor iemand. Maar Jezus is vol van genade en staat met open armen op ons te wachten. We moeten ons soms bekeren van een kritische houding en veel meer de liefde van Jezus uitdelen. Zeker als iemand christen is. Er is ooit wel eens een christelijke leider geweest die de fout is ingegaan. En jaren later weten we dat soms nog. Maar zo is Jezus niet. Hij vergeeft. Het is goed als mensen vergeving vragen voor hun fouten. Zeker als het ook mensen zijn waar mensen tegenop kijken. Maar het is ook goed als wij als mens vergeven en genadig zijn naar iemand en onze liefde tonen aan iemand. En niet jaren later nog weten van, ja maar, je bent daar de fout in gegaan. Jezus is zo niet. Jezus is vol liefde. En hij staat met zijn armen wijd open om iedereen te ontvangen. In Matteüs 22 staat, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En in Romeinen 5 staat, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Gods bedoeling is dat we stralen, dat we schitteren, dat we tot onze bestemming komen. Dat we het plan wat God met ons leven heeft, dat zichtbaar gaat worden in deze wereld. En natuurlijk zijn er moeilijkheden in ons leven. En natuurlijk zijn er soms dingen uit het verleden die je blijven achtervolgen. Maar God heeft een geweldig plan voor je. En hij wil dat je verder gaat. En soms al wordt er op een knopje gedrukt wat pijn doet. Ik heb tijden gehad dat ik ervoor wegliep. Dat ik dacht van, Heer, hier ga ik niet aan beginnen. Ik loop hiervoor weg. Maar als je het aangaat met de Heer, als je hem je laat helpen, dan zul je er altijd beter door uitkomen. Want daarmee verheerlijk je ook Jezus uiteindelijk. Want hij heeft een geweldig doel met je leven. Gods bedoeling is dat we krachtig zijn. Gods bedoeling is dat de gemeente krachtig is, levend en krachtig. En het wordt tijd dat we de kracht van de Almachtige gaan gebruiken. Als we als gemeente meer het karakter van de Heilige Geest laten zien, zal de gemeente weer vol worden. Vol van de Heilige Geest. Net zo vol als dat hij was in de tijd dat ze in de bovenkamer waren. En dat de Heilige Geest op ze viel. Zo vol willen we ook Nederland hebben met de Heilige Geest. Zo vol willen we de gemeente hebben met de Heilige Geest. Een gemeente
Waar we omzien naar elkaar. Waar we discipelen maken. God heeft een geweldig plan voor iedereen. Voor jou, maar ook voor je naaste. Zijn zalving van de Heilige Geest, die zal zichtbaar worden in jouw leven, in het leven van de gemeenteleden, in het leven in Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk is groter als wij bij elkaar. Zijn lichaam is veel groter. En het is zijn verlangen om zijn lichaam groter te laten zijn in Nederland, in de wereld. En in heel veel landen zie je al de beweging van de Heilige Geest. En we hebben hem zo nodig. We leven in de tijd dat de Geest op aarde is. In die tijd leven we nog. Het is Gods wil dat we vervuld zijn, rondwandelen, vervuld van de Heilige Geest rondwandelen op deze aarde. Dat we bezig zijn zijn koninkrijk te bouwen. Wandelen zoals Jezus wandelde op aarde. En zijn werken doen. Heilige Geest is gekomen om te laten zien wie Jezus is. Om ons eraan te herinneren wat er in zijn woord staat. En als we de Bijbel lezen samen met de Heilige Geest, dan gaat het woord leven. Dan zullen we beseffen wat het zegt over ons leven. En omstandigheden kunnen moeilijk zijn. En omstandigheden kunnen pijnlijk zijn. Omstandigheden kunnen verdrietig en verschrikkelijk zijn. Maar één ding weten we zeker. God is aan onze zijde. Wij hebben het woord. De Heilige Geest is aanwezig. En we kunnen samen met hem, kunnen we situaties aan. Ik wil met jullie bidden. Misschien is het goed als jullie gaan staan, als dat lukt. En misschien ben je hier en denk je van de Heilige Geest. Ik heb wel gehoord van God de Vader. Ik heb gehoord van God de Zoon. Maar God de Heilige Geest, dat is toch niet iets wat nu nog van toepassing is. Dat was voor de tijd van de discipelen. En misschien bent u thuis en denkt van, hè? Ik ben mijn hele leven opgevoed in het geloof. En ik heb nooit zo duidelijk gehoord dat de Heilige Geest ook een persoon is die in mij woont. Dan wil ik u vragen om met me mee te bidden. Om dat je vervuld zal worden met de Heilige Geest. Dat je de Heilige Geest voelbaar in je binnenste zal gaan voelen. Dat je gaat beseffen dat de Heilige Geest ook voor jou is. En dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan. En dat de Heilige Geest je wil helpen bij alles wat je onderneemt. In Handelingen 19 staat, en het gebeurde terwijl Apollos in Korinthië was, dat Paulus, die hoger geleden delen van het land doorgestoken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen en zei tegen hem, heb u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tegen hem, wanneer bent u gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwamen. Dat is Christus Jezus. Willen we de Heilige Geest ontvangen, dan hebben we Christus Jezus nodig. Dan moeten we wedergeboren zijn. En nadat zij dit gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest over hen. Zij spraken in vreemde talen en profiteerden. Geweldig, hè? Zij spraken in vreemde talen en begonnen gelijk te profiteren. Wat een geweldige Heilige Geest hebben we. Laten we bidden. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel, Vader, dat u
uw Heilige Geest zond naar deze wereld. Niet als een B-plan, Heer, maar als een A-plan. Want het was uw verlangen, Heer, dat we de Heilige Geest hebben en dat we die gebruiken. Dank u wel, Heilige Geest, voor wie u bent. Dank u wel voor uw kracht en uw liefde en uw troost die u ons biedt. Dank u wel, Heer, dat ik mag bidden, Heer, als er mensen zijn die niet de Heilige Geest hebben ontvangen, dat ze die zullen ontvangen op dit moment. Dat u het doorwerkt, Heer, dat het woord wat gesproken is. Dat u het doorwerkt, Heer, de liederen die gezongen zijn. Heer, dat mensen zullen ervaren dat de Heilige Geest door hun heen werkt, Heer. En dat ze daardoor heel veel dingen aan kunnen. Ook al is het soms moeilijk in ons leven. Ook al zijn er ziektes, Heer. Maar we weten dat met de kracht van de Heilige Geest we alles aan kunnen. Zo wil ik bidden, Heer, dat iedereen vol zal zijn. Gevuld zal zijn met de Heilige Geest. Vol van zijn kracht. Vol van zijn liefde. Vol van zijn energie om de dingen aan te kunnen die op het pad komen. Dank u wel, Heer, dat u mensen vult op dit moment. Dat u uzelf wil betonen aan in ieder van ons, Heer. Ook thuis. Heer, dat u, waar mensen ook zijn, Heer, dat ze een aanraking van u zullen ervaren op dit moment. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel, Heer, voor uw genade, zo oneindig groot, Heer. Dat wij die het niet hebben verdiend, het wel mogen ontvangen. Dank u wel, Heer, dat u ons zegent. Dat u bij ons bent, Heer, door uw Heilige Geest. Dank u wel, Heilige Geest, dat we een kanaal van u mogen zijn. En uw liefde en uw trouw mogen uitdelen aan de mensen in onze omgeving. Dank u wel daarvoor, in de naam van Jezus. Amen.